Dag heren, kun je misschien wat vertellen over hoe jullie deze reis hebben ervaren? Jazeker, ik ben in het verleden, 20 jaar geleden, één keer in China geweest en daar heb ik nog wel wat herinneringen van. Maar ik moet zeggen, wat ik nu heb meegemaakt, dat overtreft mijn grootste verwachtingen. Het is een fantastisch land en zeker fotografisch, ik heb genoten. Ik fotografeer al wat langer en ik heb echt schitterende landschappen gezien, heel mooi kunnen vastleggen. Mede ook door jou toedoen. Jij brengt ons naar de plekken waar wij het landschap gewoon op de mooiste manier vast kunnen leggen. Dus dat waardeer ik zeer. Dat is voor mij echt een stukje meerwaarde van zo'n reis. Dat je gebracht wordt naar de plekken waar je de mooiste foto's kan maken. En het is niet alleen landschap natuurlijk, ook cultuur. Beijing, de muur, de verboden stad, noem maar op. Daar kun je natuurlijk heel veel standaard fotootjes maken, wat elke toerist doet. Maar wat ik erg leuk vind is, jij daagt ons uit om anders te kijken. Hola, anders te kijken en dan met name ook hele bijzondere gezichtspunten te zoeken en het op een andere manier vast te leggen. En ik denk dat ik daar wel een beetje in geslaagd ben, maar ja, ik blijf leren en dat vind ik leuk. Ik weet niet, wat vind jij ervan, Misha? Ja, ik kan het bevestigen. Ik werd iedere keer wel op een verkeerd been gezet. Als ze zich nu lopen, ja, dan ging ik rennen. Ja, bij ons is dat stappen. Ja, ja. En voor de rest was alles prima. Ja, ja, ja. Ja. Oké, en hebben jullie ook één hoogtepunt wat echt een beetje uitspreekt? Even denken hoor. Ja, eigenlijk. Nou, ik steggel even. Ik heb er twee. Dat is de Grote Muur. Ik ben er in het verleden geweest op een punt samen met massa's toeristen. Op een punt waar je ook niet zo'n mooi uitzicht had. Jij hebt ons gebracht naar een punt iets noordelijker volgens mij was dat. Geen toeristen om ons heen en dan ook met mooi licht, 's ochtends vroeg. Dat was voor mij echt een hoogtepunt. Dan kun je echt de mooie composities maken en het op een goede manier vastleggen. Tweede hoogtepunt is voor mij echt het Karstgebergte hier met zonsopkomst. Het was wel een beetje druk, maar met statief, toestel erop, zo omhoog, zelf ontspannen, perfecte foto's kunnen maken. Echt heel mooi. Voor mij was het de Rijstvel, waar de fotoshoot was met ingehuurd model. Ja, maar heel de omgeving kon je echt prachtige lijnen opzoeken. Ja. Ja, vond ik echt een succes. Ook een mooi fotootje op toilet. Wat anders doen. Ja. Zoek lijnen. Beetje abstract. Ja? Blauw, ja? Wit. Combineren. Ja, mooi. Ja. Ja. En als laatste nog, wat vonden jullie van de docent, de begeleiding? Oei, dat is toch wel een lastige vraag, hè? Ja, ja. Ja. Nee, maar even serieus. Nee, serieus. Nee. Ik vind het dat je het heel goed doet, ja. Hong. Ik denk dat het onderschat wordt. Dat werk. Ja. Nee. Voor ons lijkt alles heel natuurlijk en vlotjes en makkelijk te verlopen. En achter de schermen heb jij ontzettend veel georganiseerd, geregeld. Het is makkelijk dat jij de taal goed kent, de mensen hier kent. Dus dat, ja. Alleen maar één groot compliment. En ook niet alleen qua reis en organisatie, maar ook op fotografisch gebied. Heb je een vraag wat net even iets afwijkt? Jij weet overal van en jij vult het in. Perfect. Kan het enkel behandelen? Ja. Oké, dank jullie wel.